Het landelijke project Buurtmanagement is nieuw leven ingeblazen. Op woensdag 29 juni 2022 heeft op Sunny Point in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de officiële herlancering van dit project plaatsgevonden. Het is de bedoeling om landelijk in de verschillende buurten een buurtmanager te plaatsen. Buurtmanagement richt zich op het sociaal contact met buurtbewoners, criminaliteitspreventie en veiligheid van de buurt. Eigenlijk is dit een oud concept, toch? Omdat het niet de eerste keer is dat we buurtmanagement hebben in Suriname. In het jaar, volgens mij 2005, 2006, in ieder geval 2010, hadden we al buurtmanagers. Maar het is een beetje doodgebloed. En we weten dat het een concept is dat werkt. Vandaar ook dat we het weer hebben geïntroduceerd. Het past goed binnen mijn beleid inderdaad, omdat criminaliteit, het is niet alleen een aangelegenheid van de overheid, van het ministerie van Justitie en Politie, van het Korps Politie Suriname, nee. Veiligheid moeten we samenbrengen. We hebben de samenleving nodig, we hebben informatie uit de samenleving nodig. We moeten weten wat we voor de gemeenschap moeten doen. Vandaar dat het veiligheid, de verantwoordelijkheid van veiligheid niet alleen een aangelegenheid is van de overheid. Als basis moet ik u zeggen, het is die normale politieman, toch met dezelfde behoeftigheden. Alleen zeggen wij, we koppelen die sociale kant eraan. Sociale misdaadpreventie, want dat moet men niet uit het oog verliezen dat we bezig zijn met misdaad en preventie. Maar bij buurtmanagement, omdat we hebben gezien dat de politie het niet alleen kan, hebben we gezegd, we betrekken de buurtbewoners erbij. Nou, dat zou je me kunnen zeggen, maar zijn de buurtbewoners er niet bij betrokken? Ja, maar de normale politieman, de bureauambtenaren, die houden zich meer bezig met aangifte die binnenkomen, onderzoeken van strafzaken. Daar wordt het accent opgelegd. Maar bij buurtmanagement gaan we naar de preventieve kant. Toch, de buurtmanager kijkt samen met de buurtmanager, wat zijn de problemen, hoe ontstaan de problemen. En samen met de buurtbewoners kijken we hoe we er een oplossing aan kunnen koppelen. Dus dan zeggen we dat we, ik zei het al, die sociale kant, dus vooral die preventieve kant. En dan kijken we van, dit probleem hebben we in de buurt, waar moeten we ermee? Oh, we moeten sociale zaken inschakelen, dan komen sociale zaken, dit moet naar OW. Wat maakt de buurt onveilig? Wat maakt de buurt onleefbaar? Dus dat is wat de buurtmanager samen met de buurtbewoners doen. Ze kijken ernaar en ze proberen de buurt dan leefbaar en veilig te maken. Er was, er is financiering aangeboden door de Caribbean Development Bank. Het project, het was eigenlijk een paar jaar terug al begonnen, maar de toenmalige regering heeft het niet kunnen afronden. En er is een verlenging gekomen vanuit de Caribbean Development Bank dat ze dit project willen financieren en we gaan door met ze. Ik moet aangeven dat dit project, Community Policing, eigenlijk een project is uit het herstelplan. Toch, de regering heeft een herstelplan opgesteld en dit project is onderdeel daarvan.